Dit is de derde webles van een serie van 4 over kwantumfysica. En in deze webles gaan we kijken naar de situatie van een deeltje in een put. Een kwantumdeeltje in een put. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat kun je hier zien op het plaatje. Met een kwantumdeeltje in een put wil, uh, wordt bedoeld dat het kwantumdeeltje gevangen zit tussen twee uiterste grenzen, hier 0 en L genoemd. En om voorbij die grenzen te komen heeft het kwantumdeeltje energie nodig. En in dit gedachte experiment stellen we die energie gewoon gelijk aan oneindig. Oftewel, het kwantumdeeltje kan nooit uit deze put komen. Um, wat zegt dan de kwantumfysica? Die zegt het volgende: het kwantumdeeltje heeft golfeigenschappen. En alleen die golven kunnen ontstaan in deze situatie, waarbij geldt dat uh, op de punten 0 en L de amplitude van deze golf gelijk moet zijn aan 0. En dit is. Is natuurlijk een bekende situatie, want zoiets hebben we eigenlijk ook al gezien in het hoofdstuk over golven en trillingen. Bijvoorbeeld bij de trilling van een gitaarsnaar. De punten waar dit snaar vastzit aan de gitaar, die kunnen niet gaan trillen, die noem je dan knopen. En de amplitude in die punten is altijd gelijk aan 0. Op precies dezelfde situatie kunnen we ook gaan kijken hoe dan nu de kwantumgolven eruit zien van dit deeltje in een put. Laten we even kijken, dit zijn de drie. Mogelijke golven die dan kunnen ontstaan in deze put. De onderste, die van NS1, die noemen we dan de grondtoestand. En uh, je kunt als je meer energie toevoegt, kun je het kwantumdeeltje ook in een um, aangeslagen toestand brengen. Uh, bijvoorbeeld uh, bij NS2 uh, N3. Uh, en zo gaat het eigenlijk oneindig door. Want hoeveel energie je er ook in zult, zult stoppen, het kwantumdeeltje zal nooit genoeg energie hebben om de put te verlaten. Vanuit dit plaatje kunnen we eigenlijk een drietal conclusies of consequenties uh, trekken. Consequentie 1 is dat het, de energie van het deeltje gekoppeld is natuurlijk aan de golflengte van het deeltje. En omdat die golflengtes alleen maar discrete waarden kunnen hebben, zo, zal ook de energie van het deeltje in de put discrete waarden hebben. Dus je kunt niet alle mogelijke energiewaarden vinden die zijn in stapjes verdeeld. Daarnaast kunnen we ook iets zeggen over de waarschijnlijkheidsverdeling van deze deeltjes, want we weten al dat voor de waarschijnlijkheidsverdeling je moet gaan kijken naar het kwadraat van de golffunctie. En de golffunctie heb ik hier net getekend. Dus als ik dit ga, zou gaan kwadrateren krijg ik dit. En kan ik ook iets zeggen over de waarschijnlijkheid om het deeltje ergens aan te treffen. En je ziet dat die waarschijnlijkheid afhangt van welk kwantumgetal, uh, die n, we te maken hebben. En uh, in alle drie de situaties geldt dat de kans dat je het deeltje aan een van de beide einden van de put zult vinden minimaal is. En een derde con consequentie van uh, deze, dit model eigenlijk is de volgende dat zelfs in de grondtoestand, het laagste energie, energieniveau, het deeltje dus alle golflengte heeft en ook energie. Dus je zult altijd energie blijven houden in jouw deeltje opgesloten in de put. Je kunt geen deeltje opsluiten in de put eh, met energie nul. Zou het dan nou ook mogelijk zijn om eh, naast natuurlijk deze tekeningen, waarbij je eh, de situatie al kunt verhelderen, om het ook in een formulesausje te gieten? Kunnen we een vergelijking bedenken waarmee je kunnen uitrekenen hoe groot die energieniveaus nu zijn van een deeltje in een put? En eh, dat kan. En dat gaan we nu doen. En we gaan eigenlijk gebruik maken van de kennis die we al hebben. De kennis die te maken hebben met de heeft met een staande golf. Want bij een staande golf geldt dat de lengte van de ruimte, denk bij de gitaar aan de lengte van de gitaarsnaar, die lengte moet gelijk zijn aan een geheel aantal keer de halve golflengte uh, van de golf waarmee je te maken hebt. En die kunnen we omschrijven tot uh, deze formule, de golflengte. Moet gelijk zijn aan 2 L delen door n. Als we de golflengte weten, dan kunnen we ook de impuls uitrekenen, want de impuls hangt af van de golflengte. En dit invullend levert ons dan de volgende formule van, van de impuls bij de verschillende toestanden waarin het kwantumdeeltje zich kan bevinden. Hebben we hebben ook een relatie tussen golflengte of uh, impuls en energie. En dat is deze formule. En we kunnen nu ook voor elk. Van de verschillende uh, niveaus kunnen we ook het energie gaan berekenen. En die energie is gelijk aan p2 delen door 2m. En voor p kunnen we invullen wat we net al hadden gevonden. En dan krijgen we deze algemene vergelijking, waarbij we dus de verschillende energie, energieniveaus van het kwantumdeeltje in de put kunnen uitrekenen. En het getalletje n noemen we hier het kwantumgetal. Is n 1. Dan hebben we het eigenlijk over de uh, laagste toestand, de grondtoestand, de nulpuntstoestand. En ga je meer energie toevoegen, dan zal n stijgen. Hoe zien die energieniveaus er nu uit als je dat in een plaatje zet? Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Um, in de grondtoestand, in de nulpuntstoestand, is n is gelijk aan 1. Dat is de laagste energiewaarde die je kunt hebben. Lager dan dit kan dus niet. Ga je naar n is 2, dan zag je in de formule al. Uh, in de formule zat n in het kwadraat. Um, Gegeven. Dus als je naar N is 2 gaat, dan zal de energie 4 keer zo groot worden. En voor N is 3 zal de energie zelfs 9 keer zo groot worden als in de grondtoestand. Laten we nog even wat gedetailleerder kijken naar deze laagste energiewaarde die kan optreden, oftewel de nulpunsenergie. En deze nulpunsenergie, daarvan kan je natuurlijk de vergelijking vrij eenvoudig uh, weergeven. Dan vul je voor N is 1 in en dan krijg je deze vergelijking. Wat zegt dit nou? nou een Eerste ding wat, dit, wat hierin verstopt zit, is het volgende. Stel, ik heb een deeltje en die is opgesloten in een potentiaalput. Die kan er niet uit en ik ga deze put kleiner maken. Wat houdt dat dan in voor de energie die het deeltje heeft? En uit de vergelijking volgt dan dat hoe kleiner de put wordt, hoe meer energie het deeltje zal krijgen in de laagste toestand, in zijn nulpuntstoestand. En dat gaat een beetje tegen je gevoel in. Een tweede interessant uh, ding is: wat zou er nou gebeuren als ik de temperatuur verlaag? Ik heb dus een aantal deeltjes, ik ga de temperatuur verlagen. En uh, als ik de temperatuur verlaag, dan verlaag ik eigenlijk de hoeveelheid energie, hoeveelheid kinetische energie die elk deeltje heeft. En als ik dat nu heel laag maak, dan gaat er iets geks gebeuren. Want als de energie heel laag wordt, wordt de impuls ook heel laag. En jouw onzekerheid in de impuls wordt dan ook kleiner, want als jouw impuls bijna nul is, dan weet je vrij precies hoe groot die impuls is. En dan komt de uh, onzekerheidsrelatie van Heisenberg om de hoek kijken. Als je de impuls vrij nauwkeurig gaat weten, dan moet dat ook inhouden dat je de plaats van het deeltje, van het kwantumdeeltje, veel minder nauwkeurig gaat uh, leren kennen. En als je dus ook de impuls maar klein genoeg maakt, dan krijg je de situatie dat je de plaats van een deeltje niet goed meer weet, dat de onzekerheid in de plaats van een deeltje groter wordt dan afstand tussen de deeltjes afzonderlijk. en dan krijg je een hele interessante situatie. we gaan hier niet verder op in, maar deze situatie die je dan krijgt, dat wordt het boze Einstein condensaat genoemd. en eh, kort door de bocht kun je eigenlijk zeggen dat je dan een situatie hebt waarbij heel veel deeltjes zich gedra gaan gedragen alsof het Één deeltje is. We hebben nu gekeken naar de situatie van een kwantumdeeltje dat opgesloten is in een put. Um, maar wat kunnen we hier nu mee in de dagelijkse praktijk? Lijkt dit op situatie in de werkelijke wereld? Nou, aan de ene kant lijkt het er niet op, aan de andere kant zijn er wel overeenkomsten. En we gaan dus vergelijken het kwantumdeeltje opgesloten in een put met een situatie uit de praktijk, namelijk een elektron, ook een kwantumdeeltje, opgesloten. In een atoom. En bij allebei de situaties kunnen we wat conclusies maken, trekken. We kunnen bijvoorbeeld zeggen bij uh, het energie of het kwantumdeeltje dat in de put is opgesloten, dat de potentiële energie van het kwantumdeeltje in de put oneindig veel lager is dan wanneer het kwantumdeeltje de put uit zou komen. We hebben ook al gezien dat uh, het kwantumdeeltje zich dan uh, zo gaat gedragen dat er een staande golf tussen de beide einden van de put gaat, gaat ontstaan. En, en dat leidt dan weer tot discrete energieniveaus die gaan optreden en die kun je uitrekenen met deze formule. Bij een elektron die rondom een uh, atoomkern uh, bevindt, krijgen we te maken met een andere um, potentiaal energieverdeling. Want uh, een elektron is negatief geladen, de atoomkern is positief geladen en uh, het kost dus moeite voor het elektron. Om van die atoomkern weg te gaan, want er is een aantrekkende kracht. Maar toch kunnen we um, overeenkomsten vinden. Want ook bij een elektron is de potentiële energie van het elektron, wanneer het zich in de kern zou bevinden, of heel dicht bij de kern, oneindig veel lager dan wanneer het elektron zich op de rand zou bevinden. En bij een elektron houdt dat eigenlijk in dat het elektron los is van de atoomkern. Um, en ook bij een elektron dat zich om een atoomkern uh, bevindt. Kun je het elektron zien als een golf en zal die staande golf, of dus de golf die het elektron is, die zal een staande golf met zichzelf moeten gaan vormen in die baan rond de atoomkern. Oftewel, die golf van het elektron moet een x aantal keer passen in die baan om de atoomkern, zoals je ook hier in het plaatje kunt zien. En um, ook wanneer um, je naar een hoger kwantumgetal gaat, n is 2 of n is 3, dan moet dat nog steeds gelden eh, dat twee keer of drie keer de golflengte moet passen in die, eh, die baanstraal om die atoomkern heen. Dit houdt dus in dat ook bij een elektron rond een atoomkern je te maken hebt met discrete energieniveaus. Alleen omdat de, situatie, de energiesituatie er anders uitziet, ziet de formule er ook anders uit. De formule bij een uh, elektron rondom een waterstofatoom ziet er zo uit. Uh, die is gelijk aan een bepaalde waarde: delen door n in het kwadraat. En dit houdt in dat als het elektron in een baan hoger gaat, telkens als het een baan hoger komt, die banen liggen dichter bij elkaar. En bij onze potentiaalput, hoe verder weg je gaat, hoe verder ook de energieniveaus uit elkaar liggen. Dat is dus een groot verschil tussen beiden. Wat kunnen we nu nog meer zeggen over uh, dat elektron dat om een waterstofkern heen draait? Nou, we kunnen hier een laagste energieniveau uh, bepalen en die blijkt min 13,6 elektronvolt te zijn. En het elektron dat zich in dat energieniveau bevindt, die bevat eigenlijk twee soorten energie. Die bezit elektrische energie en kinetische energie en die zijn samen min 13,6 elektronvolt. En dat kan natuurlijk omdat de elektrische energie is gedefinieerd als zijnde negatief en hooguit nul. Wanneer het elektron eh, zich oneindig ver van de kern bevindt. Dit houdt in dat het elektron in de grondtoestand wel kinetische energie bezit, want eh, hij heeft een golflengte en bij een golflengte hoort eh, een bepaald energieniveau. Eh, sterker nog, eh, het blijkt zelfs zo te zijn dat het elektron in de nulpunstoestand een kinetische energie heeft van plus 13,6 elektronvolt en dan kun je eigenlijk ook meteen uitrekenen hoe groot dan de elektrische energie moet zijn in dat punt dat moet dan min 27,2 elektronvolt zijn want opgeteld levert dat die min 13,6 elektronvolt op het moment dat het elektron meer kinetische energie gaat krijgen dan elektrische energie dan is de optelling van beide energieën is groter dan 0 elektronvolt dan springt de elektron eigenlijk los van de kern en dan noem je het elektron geioniseerd. Dan heeft het genoeg ionisatieenergie. En in die situatie zal het elektron vrij kunnen bewegen en hangt het niet meer vast aan de atoomkern. Waarom valt nu het elektron niet op de kern? Want plus en min trekken elkaar aan. En je zou zeggen, dan zou het logisch zijn dat als je maar lang genoeg wacht, dat het elektron uh, op de kern botst. Nou, dat, heeft, uh, dat kun je uitleggen dat dat niet zo snel zal gebeuren. Want op het moment dat het elektron dichter bij de kern komt, zal het een, een krappere baan om de kern gaan beschrijven. En we hebben gezien, de golflengte moet toch zeker minstens één keer in die baan passen. Dus als je de baan kleiner maakt, dan maak je de golflengte van het elektron ook kleiner. En een kleinere golflengte houdt in dat het elektron meer energie krijgt meer kinetische energie. En die toename van die kinetische energie die is groter dan de afname van de elektrische energie. Dus uh, ook in totaal zul je meer energie nodig hebben om het elektron dichter bij de kern te brengen. Ook wanneer je het elektron verder van de kern af wil halen, dan zal de elektrische energie positiever worden, minder negatief eigenlijk. Het elektron krijgt er wel wat minder kinetische energie, maar de elektrische energie neemt meer toe en netto heb je dan ook meer energie nodig. Dus het elektron kiest er eigenlijk voor om in de positie te zitten waar het de minimale hoeveelheid energie nodig heeft. Nog even het plaatje, zoals je die ook nog wel kent uit de BINAS, van de energieniveaus van het elektron rondom de waterstofkern. En je ziet hier nog eens wat we net hebben verteld: de energieniveaus. Het laagste ligt op min 13,6 elektronvolt, dat is de nulpuntstoestand. En de opeenvolgende energieniveaus komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat volgt dus uit uh, de vergelijking van die energieniveaus. Uh, en uh, wanneer het elektron genoeg energie heeft, dan is zijn totale energie groter dan 0 elektronvolt. en springt het los van de atoomkern. In het hele verhaal, uh, zoals we dit nu hebben ge, uh, verteld, hebben we eigenlijk het elektron, een kwantumdeeltje, een beetje beschouwd als een deeltje. Maar een elektron heeft ook golfeigenschappen. En die golfeigenschappen. Die houden in dat je ook te maken hebt met een zekere waarschijnlijkheid waar je het elektron kunt vinden. En wat blijkt nu het geval te zijn? Um, Zo'n elektron die kun je niet echt pinnen op een bepaalde afstand van uh, de atoomkern. Um, als je een x aantal keer zou bepalen waar het elektron zich bevindt, dan zou het telkens op een andere afstand van de atoomkern kunnen bevinden, zoals je hier in het linkerplaatje ziet. Je kunt dus. Alleen maar zeggen over, iets zeggen over de waarschijnlijkheid dat je het elektron ergens aantreft. En eh, daar kun je zelfs nog getalletjes aan verbinden. De kans dat je het elektron binnen een bepaalde afstand van de kern eh, kunt vinden. En eh, je kunt ook zelfs nog wat eh, uitdrukken in de grafiek. Hoe groot is nu de kans dat je het elektron zult vinden op een bepaalde afstand van de atoomkern? En zoals je hier kunt zien, eh, die kans is nergens gelijk aan 0. Overal kan het elektron zich bevinden. Er is alleen ergens een piek waarneembaar. Eh, de kans is het grootst dat je het elektron vindt op of rond een afstand van A0 van de atoomkern. En deze A0 die heet de boorstraal. En dat is dan ook de, de straal die we koppelen aan eh, de afstand tussen het elektron en het atoom. Maar dan bekijk je het elektron dus als een, een deeltje dat eh, rond atoom eh, cirkelt, precies op die straal. Maar de werkelijkheid is dus een stuk complexer. Je kunt het elektron niet zien als een deeltje. Je moet het elektron veel meer zien als een golf. En eh, je hebt te maken met de kans dat je het elektron ergens aantreft op een bepaalde afstand van de atoomkern. Dit is de meest simpele situatie: eh, één elektron en een uh, waterstofkern. Ga je naar complexere situaties, dan worden de plaatjes ook veel complexer. Nou, dit hoef je allemaal niet eh, te, te kennen. Maar wat je hier allemaal ziet uitgezet is de kans dat een elektron zich bevindt op een bepaalde afstand van de atoomkern. En dan eh, hebben we te maken met, met de tweede, de derde, de vierde schil en meer dan één elektronen die zich daarin bevinden.